We zijn inmiddels toe aan hetgeen waar deze dag toch wel om draait. Namelijk de lancering van de website, het kennisplatform. En Daan gaat ons daar helemaal doorheen leiden. Daan. Ja, dankjewel. Maar dat doe ik natuurlijk namens de organisaties die het kenniscentrum hebben gemaakt. En die organisaties, die zijn hier ook vertegenwoordigd. Dat zijn mensen van de provincies, IPO. Misschien Arnold, ik zie jullie zo meteen allemaal in de discussie, maar ik wil die organisaties expliciet even noemen. Want er is jarenlang voor geknokt om ze bij elkaar te krijgen. ProRail heeft hier hard aan gewerkt, de Unie van Waterschappen, STOA, de Zoogdiervereniging, Sleur werkt door, Filmar. Op een leuke manier, sleuren is verkeerd. Het is motiveren, inspireren. En ik denk dat ik met de provincies, met ProRail, met STOA en met de Zoogdiervereniging en de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat. Op dit moment de organisaties hebben, maar we willen inclusief zijn. Het is kennis die gedeeld moet worden tussen veel meer organisaties. Bij deze een oproep vanuit de grond van mijn hart. Mensen vanuit de natuurbeschermingsorganisaties, VBNE, als u meeluistert. Dit is iets waar je bij wil aanhaken. Er worden discussies gevoerd, er wordt informatie geleverd die ook voor u van belang is. Om tot deze lancering van de website te komen, ga ik een aantal vragen stellen. Een drietal vragen aan de zaal, waar u vanuit thuis ook mee kunt reageren op de chat. Het zijn een drietal vragen om een beetje een idee te krijgen van waar is dit nou voor? En wat moet dit nou voorstellen, zo'n kenniscentrum? De beleidsmaker, die heeft informatie nodig. U als beleidsmaker moet een visie ontwikkelen van hoe gaan we om met de bever in ons gebied. Die bever die heeft ook voor landbouwers gevolgen. Hij knaagt, hij vreet. Landbouwer, natuurbeheerder, kadebeheerder. In de praktijk wilt u weten, wat doe ik nou met een gat in de bodem? Met een gegraven gat? Of wat doe ik nou met die boom, die monumentale boom voor mijn kasteel? Die dreigt omgeknaagd te worden. U als jurist, u kunt die oplossingen die er aangedragen worden voor dat soort problemen toetsen. En dat zijn allemaal redenen waarom u dat kenniscentrum Bever zult gaan bezoeken. Nou is mijn vraag aan u, denkt u dat dit voor het grote publiek ook een rol speelt? Denkt u dat zo'n kenniscentrum een rol zou kunnen spelen of moeten spelen om draagvlak te krijgen voor bevers? Wilt u uw handen opsteken als u denkt ja, nu? Wilt u uw handen opsteken als u denkt nee, dat is veel te specialistisch, dat is één vrouw. Of wilt u uw handen opsteken als u denkt nou indirect, op een indirecte manier? En de indirecte manier is zwaar ondervertegenwoordigd. En dat komt natuurlijk omdat ik de volgorde van de vragen, de volgorde van de opties, anders had gesteld. Want het juiste antwoord bestaat niet door. Ik heb die vraag bedacht om te kunnen uitleggen. Volgens mij is het heel erg belangrijk dat we problemen tijdig ontdekken. En als we problemen tijdig ontdekken en oplossen, dan is het grote publiek daar ook bij gediend. In ieder geval zal het bij het draagvlak, als we kunnen proberen problemen te mitigeren. Nu een tweede vraag over het kenniscentrum Bevers. Je zit met zo'n gat. Je staat ervoor als waterschapper. De bever zwemt tussen je benen door. En je denkt, wat moet ik hier nou mee? Nou, Mark weet het al. En sterker nog, Mark heeft flink bijgedragen aan de oplossingen op het kenniscentrum Bever. Hoeveel mogelijke oplossingen denkt u dat ze nu al op het kenniscentrum Bever hebben verzameld om te gaan met een gat of een oeverhol onder uw weg, onder uw spoorlijn of onder uw perceel? Is dat A, 2? Mag ik handen zien? Is dat B? Ik zal eerst 1, 2, 4 of 14. Dat zijn de mogelijke oplossingen. Denkt u, er zijn 14 mogelijkheden geïdentificeerd? Steek dan uw hand op. Denkt u dat er 4 geïdentificeerd zijn? Zegt dit wat over de mate waarin wij de creativiteit van de makers van het kenniscentrum onderschatten? Of zijn het er 2? Nee. Oké, het juiste antwoord gaan we zo meteen onthullen als de website er is. Ik weet het. Daarom heb ik de vraag durven stellen. Dus er zijn verschillende manieren om te gaan met zo'n oeverhol en die zijn geïdentificeerd. En nu is een laatste vraag. Daarvoor spiek ik even op mijn briefje. Op dit moment gaat dit kenniscentrum vooral over hoe je om kunt gaan met knelpunten. Dat zult u zo meteen ontdekken.
Ik heb heel erg de agenda van, jongens, er zijn ook een heleboel positieve aspecten aan die bever. Kunt u zich voorstellen dat in Nederland die positieve elementen opwegen tegen de negatieve elementen? Dus hoe is het sentiment thuis, achter de chat, en hoe is het sentiment hier in de zaal over, gadverdarrie, waarom doen we nou al die moeite voor dat beest? Zijn die positieve elementen, zoals ecosysteemdiensten, biodiversiteit, recreatieve waarden, commerciële waarden, zijn die groot genoeg om op te wegen tegen al die dingen zoals gedoe om kades, gedoe om vraat en gedoe om bomen die omgaan? Denkt u positief groter dan negatief? Steek dan uw hand op. Voor de mensen thuis, we kunnen hier ongeveer een ruim derde van de zaal zijn hand zien opsteken. Denkt u de negatieve elementen zijn toch wel een beetje groter? Steek dan uw hand op. Oh, er steken niet heel veel mensen de hand op. Dat is minder dan een derde. Dus we hebben niet 100% van de zaal. Maar het geeft mij wel de gelegenheid om één punt heel erg nadrukkelijk te benoemen. Als je achter de feiten aanloopt en je negeert een probleem, dan wordt het veel groter. Als je voor de muziek uitloopt en je kijkt vooruit en je deelt je kennis en je maakt gebruik van ervaring elders, dan kunnen die problemen relatief kleiner zijn. Dus die balans tussen de kosten en de baten, die heus voor ieder landschap zal verschillen, die kunnen wij beïnvloeden. En dat moeten we doen. Daarom, kenniscentrum van de bever, door ProRail, door Rijkswaterstaat, door de Unie voor Waterschappen, door de Zoogdiervereniging en door de IPO. Mag ik Stefan vragen om een filmpje te laten zien en te introduceren? Stefan heeft een filmpje gemaakt en ik hoop dat u hier enorm van zult genieten. Ik heb al voorpret. Wil je het even toelichten? Ja. Ja, want de opdracht was eigenlijk een soort boom die omgeknaagd werd. En dan zou die omvallen op het moment dat die gelanceerd werd. Maar ik vind dat geknaag aan die boom, dat vind ik gewoon eigenlijk het tekort doen aan het symbolische betekenis van wat het eigenlijk betekent dat we de bever weer in Nederland hebben. Want ik maak heel veel filmpjes voor Ludolf en voor Robin, die er jammer genoeg niet bij kan zijn, maar die nou achter de camera als een soort kijkbuis professional mee zit te kijken. Ik maak heel veel filmpjes ook over erfgoed. En ik was bezig met dat filmpje. En ik dacht in één keer van, ja, maar de bever, die was hier eerder als wij. En eigenlijk is dat het archetype, de oererfgoed van het Nederlandse waterstaatsbestel. Ik bedoel, het is een eer dat hij nu weer terugkomt naar Nederland. We hebben hem eigenlijk verdreven, maar hij komt weer helpen, zal ik maar zeggen. En het is dus een heel belangrijk moment, denk ik, ook voor die website. En ik denk bij mezelf van, ja, de bever zit ook een beetje in ons collectieve DNA. Want we hebben natuurlijk een archetype bever die jullie ongetwijfeld de afgelopen week ook voorbij hebben zien komen. Dus die dacht ik, die moet ik er toch even bij halen. En niemand heeft het filmpje nog gezien, dus jullie zitten hier allemaal, wat zou dat nou toch betekenen? Maar ik heb het gisteren even getest. En dit gebouw waar we zijn is van 1610. Dus het is eigenlijk ook al een stuk erfgoed. Hè? En ik had het filmpje even getest en toen kwam de waard, die kwam binnenlopen en die zei van ja, eigenlijk hebben we elk 2 jaar carnaval. Of elk jaar carnaval, maar dat hebben we al 2 jaar niet meer gehad. Dat is ook een soort erfgoed. Hoort erbij. Ik ben blij dat die zaal hier weer een keer vol zit. En ik hoop dat ze dadelijk allemaal hossend en klossend, toch een beetje dadelijk in processie, al kotterend, ik kom zo nog terug, op zoek gaan naar de bever. Of in ieder geval naar de beversporen. En nou ja, dat heb ik allemaal in een filmpje verwerkt. Dus ik hoop dat het jullie bevalt. Ik hoor het wel, de afloop. Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Ja, naar Fabeltjesland. En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant? Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Oh, laten we Magol ons kijktoestel richten op de werkplaats van de gebroeders Bever. Willem, waarmee ben je doende? Ik tekent. Wat tekent je? Nou, centrale stroomvoorziening en zo.
Ja, mag ik misschien ook weten wat dat is? Oh, zeker wel. Als broeders bestaan er geen geheimen tussen ons, nietwaar? Laten we dat hopen. Oh, alles is nat! Lekkatie, overstroming, Willem! Hup, daar is Willem met de waterpomptang. De nijtang of de combinatietang. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Want Willem is niet bang. Je hoeft dat maar te vragen, ja, hoor. Dan staat hij al te zagen. Bijvoorbeeld te kotteren en te boren, de gaatjes in je oren. Ja. Als je maar kikt, als je maar kikt, het is Willem die het flikt. Hoi! Hup, daar is Willem met de waterfontang, de nijtang of de combinatietang. Ik hoop dat het niet zo is dat er nu gelijk 200 mensen inloggen op de website, zodat we als een soort DDoS-aanval nu geen toegang meer hebben. Prachtig werk, zoogdiervereniging. Fijn dat jullie het hosten. Ik begrijp dat jullie de komende 5 jaar de taak hebben om dit te gaan uitbouwen. U moet begrijpen, dit is het begin. Dit is de basis. En nu kunnen we samen met de organisaties proberen deze website uit te bouwen, zodat het functioneert als een plek om kennis te delen. En er ook dingen aan te hangen, zodat er cursussen gegeven kunnen worden om te gaan met bevers. Zodat in de praktijk mensen kunnen leren hoe de oplossingen eruit zien. En zodat we de ervaringen van het zoeken naar oplossingen kunnen delen. U ziet een website met verschillende tabbladen. U kent dat vast allemaal. Uitleg over de bever. In de meeste gevallen gaat zo'n website gewoon doorlinken naar de relevante pagina's. Om ervoor te zorgen dat we niet steeds dat op één plek hoeven te onderhouden. De bever vertelt over de biologie van het dier. De knelpunten en de oplossingen, dat is het hart op dit moment waar genoemd wordt hoe je om kunt gaan met verschillende situaties van vraat, natschade of graafschade. Daar ga ik zo meteen even Stefan vragen om naar te gaan kijken. Er is een vlakje juridisch voor de beleidsmakers onder ons en voor de juristen. Van, hey, welke ervaringen zijn er elders en welke oplossingen zijn er elders gevonden om toch binnen dit woud van Nederland te proberen om te gaan met de problematiek waar we voor staan. Frequently Asked Questions en een bibliotheek waar u ook documenten aan kan bijdragen. Dat is natuurlijk een van de plekken waar de review van Annegret en de review van de River Otter Beer Trial binnenkort geplaatst zal worden. Als u er niet al staat. Knelpunten en oplossingen. Kunnen we daar even gaan kijken, Stefan? Dus één puntje wat ik eruit ga lichten. Want u kunt zelf wel raden wat er op de verschillende plekken staat. Ik ga eruit lichten. Wat moet je doen als er een oeverhol of een gat wordt aangetroffen onder uw spoordijk? Wat voor oplossingen kunnen er zijn? Waar zou je over kunnen denken? Of waar hebben we in ieder geval al informatie van bij elkaar geveegd? Het is gegroepeerd onder deze natschade, vraatschade, knaagschade. En dan zijn er een beetje hoger, boven natschade, zitten bij graafschade een burcht, een hol. Ik dacht eigenlijk dat dat de plek was waar ik gekeken heb, maar ik denk dat deze natschade de beste plek is. Zou je die willen aanklikken? We zien hier dat er een 14-tal oplossingen zijn aangedragen. Dus compliment aan de mensen die bij 14, het getal 14, bij de vraag de hand hebben omhoog gestoken. Het varieert van de hele duurzame oplossing. Zorgen dat die oever niet meer in productie is. En inderdaad als een, nou bijvoorbeeld, onderdeel van het natuurnetwerk Noord-Nederland wordt aangewezen. Tot en met een oplossing waarbij de landbouwer gewoon controle blijft houden over zijn eigen situatie of de waterstaatsbeheerder. Ik ga niet in detail op alle 14 oplossingen in, maar u heeft de kern van de website gezien. En we kunnen door naar een presentatie van Vilmar over wat hij verwacht. Of zijn er mensen die uit de zaal een prangende vraag hebben over de website nu? Alleen als het prangend is, dan moet je ook nog weten wat prangend betekent. Goed, kotteren daarentegen, dat is een beetje hossen en knagen en klooien. Ja, dus zo vertaal ik het goed, kotteren. Oké, maar Vilmar gaat niet kotteren. Vilmar gaat een serieus verhaal vertellen over de ontwikkeling van de bever tot nu toe in Nederland en wat hij verwacht voor de nabije toekomst.